Voor Jip. Voor Jip Makelaars maak ik filmpjes van huizen. En vandaag ga ik jullie meenemen hoe dat in zijn werk gaat. Het huis dat we nu gaan filmen is een paar straten letterlijk verderop. Dus ga lekker op de fiets. We zijn op de plek, hier aan de overkant van de straat, het huis wat we gaan filmen. Het busje van Jip staat er al. Ik gebruik een gimbal. Dat is een soort apparaat waardoor mijn camera stabiel blijft staan. Ik heb een GoPro'tje op mijn borst hangen, waardoor jullie zo meteen mee kunnen kijken hoe het filmpje gefilmd wordt. Deze woning aan de Goudplevier in IJsselmuiden is nieuw in verkoop. Eigenlijk typeert hij zich het beste op onze fijne plek. Hier aan de Goudplevier is het heerlijk wonen volgens de huidige bewoners. Ze gaan er wel verhuizen, maar het liefst nemen ze eigenlijk de buren mee. Ik laat je binnen graag even wat extra dingen zien. Hier nu in de coronatijdperk kan niet iedereen mee. Kan niet iedereen komen kijken, kan ik me goed voorstellen. Dus ik laat je graag wat dingen zien die je misschien niet direct op Funda ziet. Kun je natuurlijk de indeling anders doen, maar dit zit er wel lekker bij, moet ik zeggen. Ik laat je graag buiten even zien, het is prachtig weer. En ook de tuin is niet mis. De tuin heeft wat hoogteverschil. Dat is hier nou eenmaal in de buurt. En onlangs is er ook een nieuwe damwand geslagen. Die is van belang, want op die manier heb je niet een hele schuine tuin, maar heb je gewoon mooie twee niveaus. Er is ook nog een stukje tuin bijgekocht. Eigenlijk vanaf hier is er nog bijgekocht en daardoor heb je een mooie grote tuin. En zoals je ziet, lekker zonnig. Nou, hierboven heb je drie slaapkamers. Eigenlijk wel de standaard indeling te noemen, maar stiekem is dat best wel prettig. Waarbij je gewoon de grote slaapkamer hebt, de hoofdslaapkamer hier aan de achterkant en nog twee goede slaapkamers. De ruimte is prettig. Daarachter heb je zelfs nog wat opbergruimte, achter het schuine deel van de woning. En ruimte zat voor een groot bed natuurlijk en een grote kast. Ik ben weer thuis. Ik ga nu even wat eten en daarna ga ik naar de kerk toe om te editen. Nu zul je denken, editen in de kerk? Waarom? Dat laat ik je zo zien. Hierachter zie je mijn computer setup staan. Dat komt namelijk omdat ik elke zondag livestream ik hier vanuit de kerk naar YouTube, de dienst. Mijn laptop is namelijk niet krachtig genoeg voor die livestreams. Dus ik dacht, ik neem een hele grote computer maar mee. Dus om mijn hele computer nou elke dag heen en weer te slepen, leek me een beetje veel werk. Dus kom ik maar naar de kerk. Het voordeel is wel dat ik hier een hoop ruimte heb. Dus ik hou me in ieder geval aan de anderhalve meter. De film is klaar, hij is nu aan het exporteren. Een paar minuutjes en dan staat hij op de computer. Het filmpje is bijna geëxporteerd. Als die klaar is, ga ik dit filmpje nog even editen. Dus ja, dat was hem. Heb je dan nog vragen of wil je iets anders zien? Laat het weten in de reacties. En dan zie ik je de volgende keer.